Nou, vertel op. Wat had je? Wil heeft mij gevraagd om haar pillen op te halen. Wil? Hoe is het met haar? Ik heb haar een tijdje niet gezien, of vergis ik me? Ze zit in een motivatiecrisis. En het heeft toevallig niks te maken met jouw mening over onze aanpak. Ik zou het geen toeval willen noemen. De dingen hangen soms veel meer samen dan wij soms denken. Toch? Kijk, Roos, dat jij geen vertrouwen meer in Aziza hebt, is je goed recht. Maar dat je je negatieve gedachten overbrengt op de andere cursisten, betekent dat je hier de afgelopen weken bar weinig hebt geleerd. Eén ding heb ik wel geleerd, dat mensen die hier komen veel verder wegzakken. Ja, natuurlijk. Maar daardoor komen ze er ook een stuk sterker uit. Dat had jij ook kunnen merken als je langer was gebleven. Roos, je bent een slimme meid. Dat heb ik altijd al geweten. Begrijp je nou echt niet hoe we hier werken? Misschien is er wel iets wat ik niet weet. Weet je wat een placebo is? Ik ben begonnen met te vertellen dat elk probleem in je hoofd zit. En dat we daar gingen werken. En die pillen, waar zijn die dan voor nodig? Dat zijn toch geen placebo's? Nee, in het begin deden we het ook zonder pillen. Maar we merkten dat de meeste cursisten sneller resultaat wilden hebben. En toen zijn we gaan zoeken naar iets met een relatief snel effect zou geven. Dat is een gat in de markt, want die pillen zijn al jaren geleden uit de handel genomen. Ja, maar dat betekent niet dat ze niet werken. De medische wetenschap heeft wel meer overboord gegooid wat prima hun werk doet. Dus jullie weten de werking van het middel? Ja, natuurlijk. Het drijft overtollig vocht af. Maar als je er genoeg bij drinkt, is het een hele goede schoonmaakkuur voor je lichaam. En als je daar nou te veel van neemt? We geven onze cursisten een hele goede begeleiding. Maar ja, als ze zich daar niet aan houden, je kent toch het gevaar van slaapmiddelen? Ja, slaapmiddelen zijn geregistreerde medicijnen. We weten wat ze doen. Ik weet genoeg. Ja, weer wat geleerd. Gratis en voor niks. Gratis wil ik niet zeggen. Ik heb genoeg geld overboord gegooid voor die rotzooi. Oh ja, wat die pillen voor Wil betreft. Hou ze maar. Want Wil ligt in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Ik hoef jou toch niet te vertellen hoe dat komt? Het is verboden om ongeregistreerde medicijnen te verkopen. Daar weet je helemaal niets van. Je hebt geen enkel bewijs. Ja, goedenavond. Kan ik Susanna Balk even spreken? Ja, bedankt. Oh? Nou, dan is ze zeker... Nee, laat maar. Dank u wel. Susanna, ontspan je een beetje? Dat kan ik niet. Ik ben niet meer zoals vroeger. Die indruk heb ik helemaal niet. Je bent juist in topvorm. Het moederschap heeft je goed gedaan. Hou op. Ik heb er alles aan gedaan om een ander leven te beginnen. Je weet gewoon niet hoeveel moeite me dat heeft gekost. Het interesseert me helemaal niet wat jij denkt. Ik heb jou niet geboekt om je levensverhaal aan te horen. Geboekt, maar dat is... En wat jouw kleding betreft... Ik had al het idee dat je niet aan de afspraak zou houden. Dus heb ik iets laten komen. Ik denk wel dat het een goede maat is. Ik zie wel een andere manier om jou terug te betalen. Goed, dan zal ik meteen de rekening laten opmaken. Alleen heb ik het dan jammer genoeg niet meer in eigen hand. Dan zal ik me moeten voegen naar de regels van mijn accountant. Susanne, niet zo preuts. Ik wil graag... dat je je hier omkleedt. Ik geloof nooit dat Roos erbij laat zitten. Ze is nu vast naar de politie. Ach, wat nee, dat durft ze toch niet. En mis jij zelf dat ze zo'n kordate indruk maakte? Wat dan nog?
Ze kunnen ons niks maken. Wij kunnen er toch ook niets aan doen dat die vrouwen ons nodig hebben? Alleen die registratie. Maar ja, daar krijgen we hooguit een boete voor. Zit jij daarmee? Ik niet. Goed, dan is Roos misschien niet naar de politie. Maar in het ziekenhuis hebben ze Wil natuurlijk al lang onderzocht. En als die iets vinden, nou... Dan zeggen we gewoon dat ze zich niet aan de voorgeschreven dosis heeft gehouden. Ja, maar als Wil nou zegt... Het is haar woord tegen het mijne. Oké, maar zelfs als ze ons niks kunnen maken, hè, dan zijn we wel onze goede naam kwijt. Twee van die gefrustreerde misbaksels tegenover een heel stel tevreden cliënten. Nou, er zijn meer klachten binnengekomen. Misschien moeten we de boel dan toch maar even stilleggen. Dat denk ik ook. Alleen, wat zeggen we tegen de klant? Je belt ze op. En je zegt dat we naar ons zomerverblijf zijn. Om energie op te doen of zoiets. Verzin maar wat. En dat ze vandaag nog langs kunnen komen voor pillen en advies. Nee, wacht even. Je zegt dat ze goedkoop kunnen krijgen. 2 doosjes pillen voor de prijs van 1. Heb je dat echt gedaan? Wat goed van je. Ja, ik loop liever een straatje om, hoor, voor dat mens. Ik heb het idee dat het gelukt is. Wat? Nou, dat ze denkt dat ik niet naar de politie durf. Hoezo? Nou, dat begrijp je toch? Ze heeft bekend dat ze fout zit. Maar ze denkt dat ik niet naar de politie durf, omdat die haar niks kunnen maken. Ja, misschien is dat ook wel zo. Ja, die Stella lijkt me echt een uitgekookte. Misschien klaagt ze jou nog aan wegens laster. Maar ik heb toch de analyse? En uit het ziekenhuis de uitslagen van Wils bloedonderzoek. Nou, als jij de politie kan overtuigen. Nou, het moet. Het is toch verboden om ongeregistreerde medicijnen te verkopen, heb je mezelf gezegd. Ik kan bewijzen dat ze daarmee bezig is. Ja, dat wil ik nog wel eens meemaken. Ja, dat lijkt me voorlopig wel genoeg. We kunnen ons niet vast inschrijven voor de nieuwe cursus. Ja, dat lijkt me geen probleem. Maar dan moet u wel vooruit betalen. En het kan al wel even duren, want Carole en ik gaan naar een congres in Frankrijk. Ah. Maar ik zal even een afspraak maken. Wie van u is mevrouw Looijmans? Ik? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Door rustig met ons mee te gaan. Hé, hey, wat ga jij doen? Blijf nog even, we zijn nog niet klaar. Nee. Dat lijkt me een misverstand. Een misverstand? Door jouw zogenaamde therapieën ligt er nu iemand dood te gaan in het ziekenhuis. Jullie moeten die pillen niet nemen, ze zijn levensgevaarlijk. Laat je niks aanpraten, hoor. Roos is een beetje in de war. Dat krijg je als je de kuur voortijdig onderbreekt. Ik heb er nog zo gewaarschuwd. Je liegt! Roos, niet doen! Roos! Hé, wat moet dat? Laat haar los! Je hebt je eens arrestatiebevel. Dat heb ik hier. Dus als ik u was, zou ik me verder rustig houden. En met me meegaan. Je hoort toch van me, Roos Alberts? Je bent toch niet van me? Ik klaag je aan! Ik maak je kapot! En nu verwacht ik morgen op het bureau om een verklaring af te leggen. Hier, dat zal je goed doen. Was je bij Guusje vannacht? Ja, maar Arthur was er al. Guusje sliep al toen ik kwam. Arthur? Toen ze erover belde, toen was ik er niet. Toen is Arthur maar gegaan. Oh. Wat was er dan precies met Guusje? Oh, niks ernstigs. Hij kon gewoon niet slapen. Toen heeft Arthur hem in slaap gewiegd. Zijn eigen moeder die was er niet. Die was drukker met andere dingen. Ach, doe nou, Suzanne. Zo moet je toch niet praten. Je kunt Guusje met een gerust hart aan Arthur overlaten. Arthur is dol op hem. Een betere vader kun je je niet wensen. Ja, dat weet ik ook wel. Hij is echt fantastisch. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik me schuldig voel. Als Guusje zijn moeder nodig heeft, vind ik dat ik er moet zijn.
Waar was je dan gisteravond? Ik had een afspraak. Nou ja, dat moet toch kunnen? Jij kon toch ook niet weten dat Guusje... Heb je in ieder geval een leuke avond gehad? Hm? Nee, natuurlijk niet. Ik was met een klant. Ja, hoor, Suzanne. Je bent overdag al zo druk met je werk. Je moet 's avonds geen werkafspraken maken. Ik moet wel. Ik werk toch al op halve kracht. Echt. Je moet het wat rustiger aandoen. Anders hou je dit niet vol. Dat moeten ze er op kantoor kunnen begrijpen. Als ik ben zo trots op je. Ja? Wat een vertoning was dat, joh. Die Stella, die als een soort vuil spuitende baggerboot achter in die politieauto werd gepropt. Alleen die twee vrouwen die geloofden er helemaal niks van. Die konden wel schieten. Goos, die komen er nog wel achter wat je allemaal voor hen hebt gedaan. Hé, hey, je hebt hun leven gered. Nou, je overdrijft. Misschien heb je wel gelijk. Wat bedenken de... Ik ben zo blij dat je op tijd ontkomen bent aan die club. Ik kan me nou niet meer zo goed voorstellen dat het allemaal zo erg met me was. Stella, die kon werkelijk alles met me doen. Ik was zo ver heen. Bijna misgegaan, hè, tussen ons. Nee, Roos. Dat zou ik toch nooit laten gebeuren. Ik had alleen gehoopt dat het eerder voorbij zou gaan. We moeten ons maar op voorbereiden dat het even kan duren voordat je weer normaal eet. Als er nou iets gebeurt waardoor het alleen maar erger wordt, wat moet ik dan doen? Dan moet je tegen me zeggen. Als ik dan jaloers word, dat durf ik niet te zeggen. Er is helemaal geen reden om jaloers te zijn. Er is helemaal niemand anders. Maar ik weet het niet. Ik zie alleen maar leuke vrouwen rondlopen. Er zijn toch ook genoeg leuke mannen? Of ben ik echt alleen de enige? Ik zie nooit leuke mannen. Ik zie alleen maar leuke vrouwen en meisjes. Roos, als jij zou kunnen voelen wat ik voor jou voel, dan zou je geen seconde bang zijn dat je mij kwijtraakt. Zo, lig je zo goed? Weet je zeker dat je niet liever in bed gaat liggen? Nee, het gaat alweer. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het nou precies gegaan is. Ik ook niet. Het is net of ik de hele tijd naar een film heb liggen kijken. Nee, ik begrijp best dat je het moeilijk vindt om over te praten, maar... Als jij erover kan praten, kan ik het ook. Weet je wat me het meest gekwetst heeft? Dat... Linda daar zo zag liggen op Stan zijn bed. Zo vanzelfsprekend, alsof ze daar hoorde. Alsof de hele wereld van haar was. En wat gebeurde er toen? Toen begon ze te zangen. Ze gooit echt met woorden alsof het messen zijn. Ze is zo gemeen. Daar kan ik niet tegenop. En ze lachte me uit. Ze zei dat Stan me alleen maar had gebruikt bij gebrek aan beter. Ze haalde er van alles bij. Ik begon ook nog over jou. Wat zei ze? Ik weet niet meer precies. En ze zei, kijk toch eens in de spiegel, oud wijf. Je bent achterlijk. Nou, en daarna weet ik alleen nog dat ik te hoorde gillen, dat ik op de grond lag en toen zat Stan naast me. Dat vind ik me erg op aangesteld. Kan ik voor jou wel hebben? Zeg, daar heb jij toch je kantoortje voor? Het is hoogst ongebruikelijk, hoor, om dit aan de bar te doen. Nou, het is ook hoogst ongebruikelijk om mee te gaan staan lezen. Ik erger me daar vreselijk aan. Stel je voor dat een hotelgast dit ziet. Dat kan toch helemaal niet? Ja, sorry, maar ik ben niet zo'n kantoormens. Ik voel me opgesloten in het hokje. En als er hier niemand is, nou, dan ben ik gewoon hier. Ja, en bovendien, waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Nou, daar zul je toch aan moeten wennen. Ik wou graag vast wat veranderingen met je doorspreken die ik in gedachten heb. Pardon? Ja, meneer Alberts heeft besloten dat hij mij hier heel goed kan gebruiken. Nou, daar zou ik nog maar niet zo zeker van zijn als ik u was. Er is nog helemaal niks besloten. Nou, jij wordt natuurlijk niet overal hier gekend, hè. Maar meneer Alberts vindt mij heel geschikt als algemeen directieassistent. En daar heeft hij gelijk in. Laat dat maar aan mij over. Meneer Harms, hè. Ik laat helemaal niks aan u over. Houd daar maar rekening mee. Manieren. Kom daar maar eens om tegenwoordig. Oh. Sorry dat ik je wakker maak. Je lag zo lekker te slapen. Nee, ik sliep niet.
word alleen een beetje suf van die pijnstillers. Dat is ook de bedoeling. Als je suf bent, blijf je tenminste rustig liggen. Oh, dank u wel, dokter. Roos, wil je even komen zitten? Ik wil je wat vragen. Oké. Heb je Stan nog gesproken? Ja, ik heb hem gisteren even gesproken, maar... Ik vind het zo raar dat hij helemaal geen contact opneemt. Ik denk dat hij daar ook geen kans voor krijgt. Ik denk dat Robert en Arnie hem liever niet willen zien. Ik weet het wel zeker. Maar ik wil even met hem praten. Ik moet hem toch vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ik denk dat het beter is als jullie voorlopig elkaar niet zien. Als je er toch een punt achter wil zetten. Maar wie zegt dat? Is dat niet zo? Nee. Wat ik voel houdt toch niet zomaar op. En ik begrijp ook wel dat hij niet hier naartoe kan komen. Maar hij kan toch even bellen als Robert naar kantoor is. Roos, kun je alsjeblieft vragen of hij contact met me opneemt? Weet je, als hij mezelf vertelt dat hij me niet meer wil zien, dan kan ik het wel accepteren, maar zo niet. Je brengt me wel in een moeilijke positie. Als Robert en Arnie erachter komen. Roos, alsjeblieft. Je begrijpt toch wel dat ik... Oh. Oké. Ik ga vanmiddag even naar hem toe. Ja. Zeg maar dat ik in bespreking zit. Moet je kijken, die tekst die heb ik vanmorgen gemaakt, die ziet er niet meer uit. Het is een puinhoop. Ik zal hem wel eens even een lesje leren. Wie? Ja, ik dacht, de computer natuurlijk. Ik kan hem niet tegen, dat ding dat moet ik gewoon doen. Het is al opgelost. Je had de tapknop niet moeten gebruiken. Hé, hey, kom eens hier, jij. Hey. Kop op. Nog even volhouden, dan is alles achter de rug. Ja, dat weet ik ook wel. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het hele gevoel dat ik een steen in mijn maag heb. Ik vind het allemaal zo vervelend, vooral voor Arthur. Voor Arthur? Hey, kom nou, Suzanne. Arthur die is dol op Guusje. Daar doet hij het graag voor. En voor jou helemaal. Ja, dat is het allemaal juist. Gisteren... toen heeft Arthur Guusje in het ziekenhuis in slaap gesust, omdat ik er niet was. Ik zadel hem alleen maar op met mijn problemen. Suzanne, zo moet jij niet denken. Arthur houdt van je. Dat doet hij graag voor jullie. Ik wou dat het zo was. Natuurlijk is het zo. Ja, je begrijpt het niet. Het is veel ingewikkelder. Ik heb er een zootje van gemaakt. Nee. Nou, jij moet jezelf geen verwijten maken. Jij kon er toch ook niks doen dat Guusje ziek werd? Suzanne, jij moet je niet schuldig voelen tegenover niemand. En zeker niet tegenover Arthur. Ik neem het mezelf wel kwalijk dat ik niks in de gaten heb gehad. Ik ben tenslotte je beste vriendin. Je kunt ook zeggen dat ik het jou had moeten vertellen. Het ligt net zo goed aan mij. Het is ook moeilijk hoor, om met iemand te praten over zulke vage klachten. Mensen die denken zo gauw dat je je aanstelt. Ja, maar jij studeert medicijnen. Jij wist natuurlijk al lang dat er iets mis was met die pillen. Ja, maar Roos vermoedde het wel. Maar ze wist het niet helemaal zeker. Ja, dat komt ook door mij. Ik ben misschien niet duidelijk genoeg tegenover haar geweest. Nou ja, in ieder geval, het belangrijkste is dat je weer beter wordt. Ja, dat hoop ik. Ja, Roos heeft me gelukkig wel op tijd gevonden. Als je het niet erg vindt, dan ga ik nog even langs Guusje. Nee, natuurlijk. Ik ga je gauw. Okay. Ik kom je zo gauw mogelijk weer opzoeken. Leuk. Als je dat goed vindt. Oké, goed. En als je iets nodig hebt, dan bel je. Ja. Oké? Okay? Dag. 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 Bedankt. Nou ja, zeg, hè, hoeft toch niet alles te weten. Als je het niet erg vindt, dan ga ik nu ook weg. Nee, natuurlijk. Het bezoek is toch afgelopen bijna. Zeg, weet je, die hoofdzuster die doet me een beetje aan Stella denken. Nou, van Stella zou je geen last meer hebben. Dat beloof ik je.
hey, Anita. Ik heb mezelf maar even binnengelaten, want Jessica was niet en ik moet met u spreken. Oh, nou, ga zitten, waar gaat het over? Harmsen beweert hij een vaste aanstelling heeft gekregen, klopt dat? Dat is nog niet helemaal rond, dacht ik. Nou, als ik Harmsen mag geloven, wel. Waarom weet ik dat niet? Of bent u van plan het allemaal buiten mij om te regelen? Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik weet dat je niet echt enthousiast bent over mij. Niet enthousiast? Ik vind het een belachelijk idee. Ik weet gewoon zeker dat iedereen gillend wegholt als hij de boel erover neemt. Maar hoe kom je er nou bij dat hij het hotel zou overnemen? U weet net zo goed als ik dat het in de praktijk daar wel op neerkomt. Die man die bemoeit zich overal mee. Ik hou het geen dag vol. Anita, dat valt best mee. We zouden natuurlijk altijd... Ja, dat is waar ook. Jongens, ik ben even in bespreking. Ik bel jullie wel zo. Zou je het niet gewoon proberen? Ik denk er niet aan. Als hij erin komt, dan ben ik weg. Weet je dan niet meer wat je tegen mij zei? Nee, wat heb ik dan gezegd? Ik heb zoveel gezegd. Dat je ondergaf, maar dat je niet wist hoe het verder moest. Ik geef ook nog steeds heel veel onder en ik wilde ook graag zien. Dat bedoel ik dus. Ik kan me zo goed voorstellen waarom Lauwe niet begrijpt waarom het van jouw kant voorbij is. Je bent toch ook niet duidelijk tegen haar geweest? Dacht, wat had ik dan moeten zeggen? Ik haat je, ik wil je nooit meer zien. Nee, natuurlijk niet. Je begrijpt toch wel wat ik bedoel? Ik weet het niet, Roos. Ik weet niet wat voor boodschap ik aan je mee moet geven. Ik bedoel, het laatste wat ik wil is te kwetsen. Zeg maar tegen haar dat het me heel erg spijt dat ik niet duidelijk tegen haar ben geweest. En dat ik graag met haar wil praten als ze weer beter is. En zeg maar dat ik veel naar denk. Of nee, zeg dat eigenlijk maar niet. Doe er maar de groet, is dat wat? Nou, moet je niet aan mij vragen. Maar goed, ik zal het overbrengen. Graag. Hé, Roos. Bedankt dat je dit voor me doet. Bedankt dat je me niet veroordeelt. Koop ik een heel mooi cadeau voor je. Iets waar al je vriendjes jaloers op zullen zijn.